Welkom bij de allereerste aflevering van Womanhood Stories. We zijn in het Made.com appartement. Ik ben Shiva. Aan de andere kant van de tafel zit Mai en naast mij zit Kim Keizer. Welkom Kim. Dank jullie wel. Yes, en Kim Keizer is een internationale fashionstyliste. Ze heeft met grote namen gewerkt, zowel in Nederland als in Amerika. Op dit moment ben je onder andere de stylist van Ali B en Anouk bij The Voice. Maar ook van P. Diddy toen je in Amerika woonde. Klopt. Yeah. Ja, we beginnen. Ik ben heel erg fan, dus ja, ik vind het amazing. Ja, heel tof. We beginnen eigenlijk altijd met de get to know questions. Het zijn even 4 spontane vragen. Mm-hmm. Ik doe de eerste vraag, dat is: welk liedje heb je nu op repeat staan? Yes. Saviti, Best Friend. Oké. Die is wel echt leuk. Dat is echt de enige die ik luister met Yvette in de auto. Ja, en dan helemaal losgaan, playbacken, doen alsof je Saviti en Doja Cat bent. Dat is ook echt onze tune, ja. Oké, de next. Je hebt een 10 uur lange vlucht. Naast wie zou je willen kunnen zitten? Nou, voor dat vliegtuig opstijgt slaap ik al. Dus dat maakt me ook niet veel uit. Ik zat wel 1 keer met Kanye in het vliegtuig. Oh. Maar toen zat ik echt... hij zat natuurlijk helemaal voorin, first class, business class. En ik zat way in the back. En dat wel allemaal met zijn crew. Ja. Wow. Maar hij was niet echt talkative of zo? Dat hij echt kwam niet lang praten? Of zo. Nee, totaal niet. Oh, oké. Totaal wel iets voor Kanye. Maar ben je dan ook iemand, neem je dan een slaappil in dat je gewoon knock-out bent? Nee. Of zodra je zit? Nee, sorry ladies. Als ik gewoon een keer in het vliegtuig zit, heb je geen wifi. Tenminste, soms wel, maar ik niet. Ja. Geen wifi, niks werkt. Dus dat is het enige moment dat ik gewoon niks hoef te doen. Zen ben. Oh, ja, snap ik wel. Okay, ja, die rust is dan ook wel echt nodig. Ja, is gewoon heerlijk. Ja. Okay. Alright, wat was je allereerste baantje ooit? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Oeh, mijn allereerste baantje. Je bedoelt mijn allereerste stylingklus of echt mijn allereerste baantje? Nee, echt je allereerste baantje. Hoeft niet in styling of fashion. Volgens mij ging ik gewoon schoonmaken bij een ziekenhuis. Oh, dat is inderdaad totaal anders. Echt heel goor. Toen kwam ik op een kamer. En toen dacht ik van, ja, oké, ik moest een beetje vegen en zo, stofzuigen, dweilen. Toen kwam ik in 1 kamer. Ik dacht, oh, really? Mijn hagelslag onder het bed. Oh. Really heeft ze hagelslag laten vallen. Dus ik dacht, oké, gewoon met die Swiffer, toch? Toen dacht ik, wacht even, het is helemaal geen hagelslag. Oh nee! Nee! Ja, nee, dus toen heb ik gelijk alles neer laten vallen. Toen was ik klaar met die job. Telefoon uitgezet, Alle telefoon in mijn genomen. Ja. Oh, wauw, respect naar alle schoonmakers out there. Ja, maar echt hoor. Ik zou het ook niet kunnen. Medewerkers. Ja, sowieso. Ja. Ja. Ik kon het gewoon niet aan. Nee. Ik kon het gewoon niet aan. Ja, het is een heavy job. Ja. Oké, snel door naar de volgende vraag. Sorry. Wat was voor jou een recentelijke gebeurtenis waar je echt heel trots op bent geweest? Of bent nog steeds? Recentelijke gebeurtenis? Nou, ik heb nu samen met Yvette Kok 2 formats opgezet. Eentje heet Rate the Streets. Dan gaan we op straat cijfers geven aan mensen voor hun outfits. Mm-hmm. Dus dat is wel echt iets heel leuks. Dat is net begonnen. Dus ja, ben ik al een beetje trots op. Nog niet helemaal, maar... Ik vind het wel even heel leuk. En daar mogen jullie wel trots op zijn. Even iets anders. Thanks. En de closet designers. Dan gaan wij ook samen gaan we langs mensen en hele kasten onttoveren. Oh, dus niet alleen de gewone kast, maar ook gewoon de outfits. De outfits. Oh, tof. Ja. Ja. Nou, dan moet ik jullie maar snel bellen. Dus ja, dat hebben we eigenlijk een beetje in de COVID-periode gedaan. Ja. Ja. Terwijl je hoort heel veel mensen klagen van, ja, wat moet ik doen? Of ik heb niks te doen en ik wil filmen. Ja, dat heb ik echt nooit. Mm-hmm. Nee. Jullie zie je ook nooit stilzitten. Nee, maar wij hebben ook Womanhood eigenlijk in de coronaperiode opgestart. Het is denk ik, het ligt eraan wat je met deze periode doet. Maar je kan juist, omdat je vrije tijd valt weg, je kan niks doen in het weekend en de avond. Precies. Dus dan heb je meer tijd om je soort van dream projects eigenlijk een keer te gaan invullen. Ja, dus dat zijn wel twee dingen die ik heel leuk vind. Ja, ook heel nice. Ja. Nou, we gaan er wat dieper op in, want je bent half Indonesisch, half Nederlands. Mm-hmm. Je moeder of je vader? Mijn moeder is Nederlands. Nederlands. Ja. En je bent met beide opgegroeid? Of? Nee, alleen mijn moeder. Alleen met je moeder. Ja. En je bent geboren in Apeldoorn. Klopt. Helemaal een andere plek. Ik weet ook niet of ik echt ooit in Apeldoorn ben geweest. Apeldoorn misschien. Oh ja, Apeldoorn natuurlijk. Ja, dat is Apeldoorn. Klopt. Hoe was het daar in Apeldoorn?
Nou ja, mijn moeder komt eigenlijk uit Assen, een heel klein dorpje bij Assen. Dus mijn opa en oma waren echt boer en boerin. Oh, wow. Dus toen is mijn moeder volgens mij naar Apeldoorn gegaan. Misschien mijn vader ontmoet, I don't know what happened. Yeah. En ja, Apeldoorn was eigenlijk, was heel snel weg daar. Mm. Op mijn 17e ben ik eigenlijk weggegaan. Oké, maar ook echt terugkomen. In je eentje? Ja. Oké. Okay. Ja, toen dacht ik opeens van, ik wil dansen. Ik wilde echt danseres worden. Dus ja, toen ging ik gewoon naar Amsterdam. Ging daar studeren bij Lucia Martels. Oh, ja. Lucia Martels. Dus ze hebben ook echt een dansopleiding gedaan. Ja, niet afgemaakt hoor. Nee. Waarom niet? Nee. Hoe kwam dat? Ja, het was eigenlijk meer omdat ik dacht, er kwamen andere dingen op mijn pad. Mm-hmm. Als je zo'n opleiding doet, het is gewoon echt een heavy opleiding, dan moet je echt 110% inzetten. Mm-hmm. Als je dat niet doet, val je echt door de mand. Ja, en we moesten zingen en tapdansen en ballet. En het was gewoon zoveel. Ik trok het allemaal niet. Yeah. Ja, ik heb het wel 3 jaar gedaan, geloof ik. Oké, okay, dus bijna klaar wel eigenlijk. Ja, het duurt 4 jaar, toch? Ja, ik heb 2 jaar gedaan. Oh, 2 jaar. Dus eerst was een vooropleiding daarna de echte opleiding. En toen? Ja. Nee, toen dacht ik gewoon hell no dat ik dit ga doen. Volgens mij kreeg ik toen ooit... En toen. Volgens mij heb ik toen heel veel pauze gehouden. Toen... Was het toen, volgens mij ben ik toen Isis Vaandrager gaan assisteren. Oké. Okay. Een stylist. Gewoon een stylist van toen, die gewoon echt heel hot was in die periode. Dus dacht ik, oké, ik ga haar assisteren. Ja. Maar even tussendoor, hè, want ik zag dus ook videoclips van jou online staan. Ja. Die je hebt gereleased met Cloud9. En ik keek naar jou en je had echt een babyface, zo cute. Maar, dus je hebt ook muziek gemaakt. Ja, dat is echt 100 jaar geleden. Dus in die pauze zijn er wel wat dingen gebeurd natuurlijk. Ik sla heel veel dingen over. Ja. Maar toen was ik opeens benaderd door 2 Duitse producers. Okay. Die een liedje gingen uitbrengen via Cloud9. Oh, ja. Ja, dus het was zo'n kant-en-klare track. Ja, het was een kant-en-klare track. Ze hadden gewoon iemand nodig. Nou, ik was volgens mij 18 of zo, piepjong. En ik dacht van, oké, let's go. Nieuwe uitdaging, toch? Ik heb toch niks te doen, dus laten we dit doen. Yeah. Ja, toen was het best wel even een succes geworden. Waardoor ik dus opeens een telefoontje kreeg. Oh, we moeten naar New York. We gaan radio-interviews doen, allemaal interviews doen. We hebben optredens staan. Ik dacht, oh mijn god. Oh, wow. Ja, okay. Maar het was wel leuk. Dus ging ik eigenlijk naar New York. Ja. Had ik op zo'n jonge leeftijd al, dus? Op je 18 of zo? Ja, 18 was ik. Oh, wow. Ja. Toen ging ik... hadden we optredens in het weekend. Maar ja, door de week was ik daar gewoon. En natuurlijk, week 1 is superleuk in je eentje in New York. Week 2 ook nog. Maar week 3 dacht ik, really? Wat nu? Ben ik hier? Ja. Wat moet ik nou elke week doen? Snap je? Helemaal niks te doen. Dus toen dacht ik, oké, elke dag liep ik gewoon een beetje heen en weer. Ja. Niks te doen in de stad. Dan heb je altijd van die standjes, toch, buiten in New York. Mm-hmm. Met van die magazines. Ik kocht altijd gewoon de Vogue, een Vibe, Source Magazine, dat soort bladen. Toen zag ik opeens een adres staan van het hoofdkantoor. Dat was in New York. Ik dacht, dat is volgens mij gewoon 1 straat achter mijn hotel. Mm-hmm. Dus toen dacht ik nog meer opzoeken. En dacht, oké, wie is de creative director? Dan. Dus oké. Nou, ik heb een portfolio bij me. Mijn styling portfolio. Mm-hmm. Ja, dat heb ik dus eigenlijk ook geskipt. Ik weet niet hoe ik opeens aan mijn styling portfolio kwam. Maar dat had ik ook opeens al. Oh, je was al bezig met styling. Ja, ik was al bezig in Nederland met styling. Ja, oké. Okay. In je video had je ook al gewoon hele outfits aan. Wat toen de tijd echt de shit was, weet je wel. Dat had Isis gedaan. Want je begon toen als assistent van Isis. Klopt. En toen had je dus je stylingportfolio eigenlijk opgebouwd. Ja. Oh ja, oké. En je werd artiest. Ja. alles door elkaar. Mega talent. Nee, dat is jullie. Gewoon alles door elkaar. Want je denkt gewoon dat je alles kan, toch? Met vrouwen, je kan alles. Dat is ook zo. Ja, en alles is leuk. Precies. Dus toen ging je met je portfolio naar het hoofdkantoor. Ja, ik dacht, ik ga gewoon daar naartoe met mijn portfolio. Echt zo'n roze portfolio met mijn naam erop. Vet lelijk. Zo'n velvet, zacht roze. Ja, ging daar naartoe. Ik zei tegen die vrouwen, hoi, ik heb een afspraak met Dan. Oh, politie komt ook even langs. Ja, we zitten in het centrum van Amsterdam. Leuk, zo'n hoort erbij. Ze komen je halen, Nero. Nee, dus ging ik eigenlijk daar naartoe met mijn lelijke portfolio. En toen zei ik tegen de receptioniste van, hoi, ik heb een afspraak met Dan. Zei ze, nee hoor, ik zie helemaal niks staan. Ik zei, ik heb toch echt een afspraak met hem? Helemaal rood. Ik heb toch echt een afspraak met hem? Zei ze, maar hij is er nog niet. Ik zei, oké, komt hij wel vandaag dan? Ja, hij komt altijd. Yeah. Ik zei, oké, mag ik dan wachten? Zei ze, je mag gewoon daar wachten. Dus ik ging wachten. Wauw, zo veel lef voor 18e. Wauw.
oké. Okay, ja, wachten. Misschien was ik 19, ik weet niet precies. Ja, maar het is wel jong. Dus hij kwam gewoon maar niet. Iedereen kwam al terug met sandwiches en weet ik veel wat. Ja. Ik dacht, oh mijn god, ik heb ook honger. Maar ik dacht, ik kan niet weggaan. Want straks loop ik hem net mis, toch? Oké, uiteindelijk kwam die. Ik weet niet, ik had al zo lang daar gezeten. Kwam die. Dus het meisje zo, darling, there's a girl waiting for you. Dus hij zou kijken, ik zo... Hij zo, heb ik een afspraak met jou? Ik zo, eigenlijk heb ik niet een afspraak met mij, maar ik wil een afspraak maken. Hij zo, oké, loop maar mee. Oh, oké. Okay. Wow. Wel handig. Oh my god. Yeah. De chick helemaal zo naar mij kijken van, what the fuck, je had helemaal een afspraak, je hebt gelogen. Ja, dus liep ik eigenlijk met hem mee, ging hij mijn portfolio bekijken, vond hij het hartstikke leuk, liet ik nog aan wat andere mensen zien van de office. En toen zei hij, wanneer kan je beginnen? Oh, serieus? Wow. Ja, okay. Dus kon ik gelijk beginnen. Dus ik was helemaal blij, super excited. En toen zei hij, oké, je eerste klus. Ja, mocht gewoon een hok in. Waar alleen maar magazines lagen, op elkaar gestapeld tot het plafond. Yeah. Zei hij, zet dit maar op volgorde. Oh, wow. Dus ja, ik was zo blij dat ik was aangenomen. Toen was ik ook weer zo, zo verdrietig dat ik dacht, shit, hoe ga ik dit dan doen? Yeah. Het hoort toch helemaal niet bij mijn werk? Ik heb net heel mijn portfolio laten zien. Maar ja, ik snap ook dat het natuurlijk hartstikke slecht portfolio was. Yeah. Maar dus dat mocht ik toen doen. Ja, en welke magazine forever. Was dat dan precies? De Source Magazine. De Source Magazine, wauw. Dus je werkte op je... Ja, dus dat was zo wel, jong op voor de Source Magazine. Ja, dat was wel een beetje het grootste hippoblad van... Ja, tuurlijk. Ja, als mega van de wereld. Ja. Ja. Daar stond altijd Unsigned Hype in. Daar stond Biggie in als Unsigned Hype toen hij onbekend was. M&M. Zeker. Dus ja, nee, dat was heel leuk. Maar toen heb ik dus de hele nacht doorgewerkt. Totdat de volgende ochtend weer mensen kwamen. Toen was ik net klaar. Oh, wauw. Ja, het waren gewoon super dunne magazines met hier heel kleine nummer. Je moest dat allemaal gewoon gaan ordenen. Ja. Oké. Ja. En dus ja. Want... Ja, dus toen werkte ik daar, snap je? Ja, maar had je dan ook echt een werkvergunning? Nee. Dus hoe heb je dat gehosseld? Nee, hij zei gewoon, it's fine. It's fine. Ik kon hier werken. Oké. Okay. Ik kreeg gewoon mijn paycheck. Het was natuurlijk gewoon allemaal gewoon, dat mocht natuurlijk helemaal niet. Ja. Nee. Crazy. En wanneer ben je dan weer teruggegaan in Nederland? Volgens mij heb ik daar een half jaar gezeten. Ja, en daarom ben ik teruggegaan. Want ja, op een gegeven moment waren er geen optredens meer. Ja. En ja, ik liep bij de Source stage. En ik had wel een vergoeding, maar ik kreeg natuurlijk niet heel veel geld. Maar door mijn optredens had ik wel gewoon genoeg geld. Ja. Dus kon ik het doen. Dus het was eigenlijk gewoon een stage. Gewoon vanuit mezelf. Ja, want ik vind, hoezo zou je naar school moeten gaan? En dan vertellen ze, jij moet een jaar een stage lopen ergens. Mm, je kan het ook uit jezelf doen. Je kan toch net zo goed ook zelf gewoon geen opleiding doen en gewoon zelf stage lopen. Ja. Dat heb ik ook heel veel gedaan hoor, zeker. Ja. Toch? Ja. Ja. Ik denk dat je uiteindelijk daar veel meer van leert. En ik snap heus bepaalde beroepen zoals advocaat of dokter of I don't know. Maar wij in een creatief beroep en als je gewoon een vrouw bent die weet van aanpakken... Ja, er zijn meer de wegen die naar Rome leiden. Vooral in onze branche denk ik dat ervaring gewoon een must is. Ja. En ook gewoon connecties leggen. Ja, ervaring en netwerk. Ja, die twee dingen. Ja. Ja. En ik denk dat het verschil maakt hoe hard je werkt. Ja. Tenminste, dat bij mij. Ik wil echt niet zeggen dat ik de beste ben. Dat ben ik ook helemaal niet. Maar ik werk wel harder dan de rest. Ja, ja, ja. Want ik moet wel. Ja. Ik moet iets compenseren. Ja, agree. Ja, en dat is wat denk ik... Dat is wel goed dat je dat zegt, want ik denk dat heel veel mensen denken dat het een soort glamorous lifestyle is, stylist zijn. Mm-hmm. Maar het is ook zeker wel hard werken. Want dat zie je inderdaad ook. Ja, soms denk ik gewoon, ik ben alleen maar een verhuisbedrijf. Ja, ben je gewoon heen en los of heen en weer. Ja, want ik ben alleen maar overal spullen vandaan aan het halen. Voor allemaal verschillende dingen. Het is niet dat je even relaxed. Oké, ik heb project Mai en Shiva en dan ga ik voor hun lekker shoppen. Nee, je hebt ook nog een videoclip. Je hebt nog een andere videoclip. De hele week is vol. Je hebt nog een artiest. Je hebt nog iets voor tv. Dus je bent voor 5 dingen tegelijk aan het shoppen. Voor 17 mensen. I don't know. Dus het is gewoon best wel gestrest. Mm-hmm. Ja. Je gaat daar naartoe spullen halen. Je moet daar naartoe spullen halen. Ja. Vond je het niet lastig dan om ineens na een half jaar weer... terug te komen. Vond je Amerika bijvoorbeeld niet echt heel erg leuk? Dat je dacht van, ik wil hier eigenlijk wel blijven. Ja, ik vond het wel echt geweldig. Maar ja, ik was ook nog jong en ik wist ook nog niet precies wat ik wilde. Dus ik vond het ook wel weer tof dat ik terug naar Nederland kwam. Okay. Toen ik eigenlijk terug naar Nederland kwam, toen ontmoette ik... toen deed ik volgens mij een stylingklus voor de ene van de meidenblads met Daryl. Oh, Daryl nog rapper toch? Ja. Ja. Echt van vroeger, zei hij. Maar kwam je terug met een plan?
Nee. Of ben je gewoon teruggekomen en je dacht, ik ga gewoon... Ik kwam echt niet terug met een plan. Nee, ik wist het allemaal echt even niet. Ik dacht wel van, oké, ik wil wel echt styling gaan doen. Dat vind ik echt gewoon helemaal tof. Maar ik dacht wel van, oké, in Amerika is er gewoon heel veel werk. Maar in Nederland was er toen namelijk werk voor een stylist. Mm-hmm. Ja, dat was nog niet... Ja, ik ben gewoon eind 30. En dat was niet de tijdsperk van social media. Yeah. Dus het hele... beroep, stylist of zo, dat was niet echt... Nee, dat was niet echt zo was niet echt big als nu dat het is. Dat je dat kon worden. Ja, ik zag alleen Isa en ze dacht ik, oh, wat zij doet vind ik wel echt ziek, dat wil ik gaan doen. Yeah. Oké. Okay. Dus, dus je had dan wel je passie voor styling toen ontdekt. Ja, zeker. Hmm. Ja, zeker weten. En eigenlijk toen ik terugkwam in Nederland, toen ontmoette ik dus Daryl, ging voor hem een klusje doen, gewoon echt iets voor de... Ik weet niet, zo'n meidenmagazine, de Tina of de Yes. Ik weet niet wat het toen was. Ja. En volgens mij ging ik hem ophalen in Almere. En dat was toevallig het huis van Ali. Oh, Ali B. Ja, ja. Dus toen ontmoette ik hem. En toen volgens mij vroeg hij iets aan mij van ja... maar ja, hoe zou je mij stylen dan? Dus ik dacht, ja, weet ik veel. Maar toen, dat zei ik natuurlijk niet. Ik zei, gewoon niet die pet en niet zoveel kleurtjes. Je bent gewoon een zakenman met een eigen label en artiesten onder je. Dus kan je gewoon een beetje volwassen eruit zien. Zo, maar toen droeg hij ook echt die baseball dingetjes. Ja, en groen, ja, die schijnige pet. Ja. Wat nu gewoon weer eigenlijk op is, toch? Ja, behalve die pet, dat zou ik niet doen. Maar ja, eigenlijk wel. Dus toen zei ik van, nee, je moet gewoon even normale, wat serieuze kleuren gaan dragen. Gewoon donkerblauw, zwart, grijs, donkergroen. Mm-hmm. Gewoon rustig. Dus nee, oké. Dus toen later werd ik weer geboekt door Ali, volgens mij. En toen dacht ik eerst nog, ja, ik weet niet of ik dat leuk vind. Of ik zo'n man helemaal veranderen. Maar ja, toen uiteindelijk was het wel... pakte het heel goed uit. Want dan heb je zoiets als gewoon een Nederlandse televisie en bladen... die in één keer wel zien van, hé, wacht eens even... Er is een nieuwe, dat noemen ze dan Hollywood stylist. Dus naast Dani Bless en I don't know, alle andere stylisten die er waren, was ik opeens de nieuwe stylist. Ja. Terwijl ik echt al gewoon heel lang hard aan het werk was. Ja. En Ali was eigenlijk gewoon best wel een makkelijke opdracht. Ja. Maar toen zagen ze van oké, nou ja, je bent ook, je wordt opeens... Was dat eigenlijk je allereerste echte stylingklus, waardoor je, waardoor de naam Kim Keizer, zeg maar, ja, toen kreeg ik opeens mailtjes van bladen van, hey, wil je een interview doen of wil je dat doen? Dus dacht ik echt van, oh mijn god. Want ik weet nog, toen ik woonde vroeger zelf in Arnhem. Ik ben daar opgegroeid, net als jij in Apeldoorn. En toen ben ik heel jong naar Amsterdam gegaan. Juist. Maar ik was toen, ik was echt jong, ik denk net brugklas. En toen kwam de videoclip van Campy met RK. Uit, van mama zei. Yeah. En ik was echt op details in videoclips. Nice. Dus op het eind zag je ook zo styling Kim Keizer. En toen zag ik, Kim Keizer, wie is Kim Keizer? En toen ging ik jou helemaal opzoeken. Wat leuk, dat moet is je 100 jaar geleden. Ja. Leuk, toen was je al bezig, basically. En toen was de Nederlandse nederhop eigenlijk net aan het opkomen. Ja, klopt. En jij had al die klussen. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat mijn allereerste stylingklusje... Ja, ik vergeet echt van alles en nog wat. Maakt niet uit. Dat zal mijn zijn. Allereerste stylingklus. Toen kreeg ik in één keer een telefoontje van ene Mike. Ik dacht, oké. Ja, Mike, hoi. Ik dacht, wie is dit? Ja, is Mike Static. Ik dacht nog steeds, who the fuck is Mike Static? En zei hij, ja, nee, ik heb een klus. Rick en Lace, ken je die? Ik zei, ja, die ken ik wel. Dat waren twee... Twee zusjes volgens mij, echt hotte Latina's of Jamaican girls uit Miami. Ja? Ik dacht, oh mijn god, ja, dit is een grap toch? Dit is een grap. Hij zei, nee, dit is geen grap. Ik zei, serieus? Ja, serieus. Ik zei, oké. En ik dacht van, ja, ik heb wel wat mini stylingklusjes gedaan, maar nog niet echt zoiets groots, toch? Ja. Dat was nog voor Ali B. Ja. Okay. Dus ik dacht, oh mijn god. Nou, toen was het opeens, oké, ja, we gaan volgende week gaan we weg. Gaan naar Miami met z'n allen en dan gaan daar videoclips schieten. Ik zei, oké. Wow. Ja, dus dat was wel echt... Ja, en heavy. Voor de luisteraars, kijkers... Mike Sedek is natuurlijk ook onze director. Dus echt leuk belangrijk. Ik mis het ook helemaal niet. Ja, heel leuk. Ja, dus hij heeft mij eigenlijk wel gewoon die kans gegeven. Want er moet wel gewoon iemand zijn. Want ja, je kan moeilijk alles in je eentje doen. Er moet iemand zijn die in je gelooft en je een keer een kans geeft. Ja. En vanuit daar groei je weer verder eigenlijk. Ja. Uiteindelijk was die clip helemaal geflopt. Oh, echt? Ja, volgens mij was het een liedje die ook via Cloud 9 of zo uitkwam. Maar ja, ik had allemaal geweldige bikinis, badpakken en bonds, gekleurd bonds bij me. Uitgekomen. Nee, het was volgens mij niet uitgekomen. Oh, zo jammer. Nee, het is nooit uitgekomen. Oh. Dus ja, dat was ook wel gelijk kennismaking van luister.
hoe blij je in één keer kan zijn. Ja, kan ja. Het ook anders. Ja. Sorry, deze, ja, het is een beetje muziekbusiness, fashion business. Kan gewoon in één keer ook gewoon. Ja. 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 Nee, dat het gaat allemaal niet door, punt. Klaar. En dan moet je gewoon je overheen zetten en gewoon gelijk weer verder gaan. Ja. Ja. Dus dan had je die clip gedaan, toen Ali B. En toen ben je eigenlijk vanuit daar verder, gingen magazines en tv gingen je checken. Ja. Dus toen was de naam Kim Keizer. Iedereen wist op een gegeven moment wel wie Kim Keizer was. Mm-hmm. Ja, een naam precies. Ja, precies. Een naam, niet precies. Ja. En toen werd Nederland toch weer te klein, denk ik, voor je. Want toen besloot je om naar Amerika weer terug te gaan eigenlijk, toch? Klopt. Ja, het knaagde gewoon aan me toch. Van, oh mijn god, ik wil wel iets meer. Ja. Ik had het idee van, ja, naar mijn idee had ik al zoveel gedaan in Nederland. Mm. Terwijl echt nog 100.000 dingen te doen zijn natuurlijk. Ja. En naar mijn idee dacht ik van, nee, dit en dit heb ik allemaal gedaan. Mm. Anouk wil nooit meer werken. Dus ja, hier heb ik verder niks meer, meer te zoeken, toch? Ja. Dus ik dacht, oké, nou, ik vertrek gewoon. Ja, ik wilde gewoon heel graag naar Amerika. Ik wilde gewoon weg. Ja. En wanneer was dit? Ik denk 2015, 2016. Ja, want ik weet nog dat 2015. Je wegging en dat je terugkwam toen. Zes jaar geleden ongeveer. Ja. Okay, ja, dus ik keek aan uiteindelijk, ja, daar moet je echt wel gewoon je best voor doen. Want het is niet zo dat je gewoon nu kan bedenken van, hoi, ik ga gewoon word wakker en ik ga in Amerika wonen. Ja. Dus je moet wel echt iets voor doen. Dus ik moest echt een heel boekwerk, heel Amerikaans weer, van waarom ik zo geweldig was en waarom ik zo bijzonder ben om naar Amerika te gaan. Want ja, daar zijn aanvraag, al studenten. Ja. Ja. Dus dan doe je aanvraag van O-1 visa, moet je advocaat voor, heel veel geld voor betalen. Of tenminste, die tijd vond ik het heel veel geld, €5.000 of zo, $5.000. Ja, alsnog. Ja, precies. Dus het was echt wel, ik moest er echt goed over nadenken. En ja, dus moest je echt een boekwerk laten maken met mensen die, waarmee je had gewerkt. Van, oké, Kim moet naar Amerika, want zij is echt extraordinary. Ja, dit en dit, helemaal overdrijven. Dus ja, het trok echt al totaal niet. Heel je werk moest je erbij zetten. Dus alles wat je voor bladen hebt gedaan met je naam eronder. Ja, dat moest je allemaal meenemen. Ja, en toen werd het uiteindelijk goedgekeurd. Na een jaar of zo. Zo, dus het heeft nog wel echt een tijd geduurd. Had je niet daartussen altijd je dacht van, ja, het gaat niet lukken. Skip it. Ja, heel even dacht ik dat wel. Want je gaat natuurlijk aan mensen vragen van, hey, wil jij een brief voor mij schrijven? En je zegt natuurlijk, oké, is goed Kim, ik doe dat. En je wil dat ook echt doen. Maar ja, je bent ook gewoon druk. Dus je zet dat gewoon ergens op je to-do-list. En telkens komt mijn to-do weer onderaan. Ja. Brief schrijven voor Kim komt weer onderaan. Ja. En uiteindelijk ben je gewoon 2 maanden of 3 maanden verder. En heb ik nog steeds niks van je gehad. Dus toen ging ik gewoon op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik trek dit niet. Niemand wil dit voor mij doen. Ik had echt 3 brieven of zo. Ja. Dus, en je had er meer nodig. Ja, dus toen heb ik eigenlijk met mijn advocaat zelf brieven geschreven. Dat uitgestuurd van, hey, kan je dat aanpassen? Oh, ja, toen heb ik het gewoon op hun eigen manier gewoon een beetje aangepast. Oh, ja. En toen uiteindelijk is slim. Dus eigenlijk altijd een oplossing verzinnen. Ja. Als het niet werkt. Ja. Wel heel nice. Ja, ja, dus je moet echt door blijven gaan. Want als ik moest wachten, ja, dan was ik nu nog steeds aan het wachten. Mm. Dus ja. Wauw. Okay. En maar, dus je wou dus heel graag naar Amerika. Maar wist je ook wat je ging doen en hoe je het ging aanpakken? Of was het weer net als terugkomen naar Nederland en ik weet het niet? En nee, ik wist het sowieso niet. Ik wist, mijn plan was gewoon van wat ik hier in Nederland doe, dat wil ik daar ook gewoon doen. Ja, maar ja, zie maar tussen al die mensen te komen. Ja, ik dacht, nou ja, weet ik veel. Ik weet niet wat ik dacht. Nu zou ik het ook best wel eng vinden. Maar toen was ik gewoon een andere fase in mijn leven en dacht gewoon, ja, fuck it. Ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon. Dat is wel de instelling. Want basically heb je niks te verliezen, toch? Ja, want jij had wel besloten van, ik had je bijvoorbeeld een huis wat je had opgezegd. Dus had je echt alles opgezegd? Precies, nou, ik had gewoon een huurhuis, dat heb ik gewoon opgezegd. Ja. En volgens mij ging ik de laatste maand dan gewoon even bij mijn moeder zitten. Ja. En ja, ik heb geen kinderen. Ja, geen, precies. Geen je had wel de intentie van, ik ga gewoon. Dus ja, ik en heb ik zie niet echt iets te verliezen. Dus ja, als ik het wilde doen, moest ik het echt toen doen. Ja, dat was gewoon de timing. Ja, dat was gewoon perfecte timing. En ik dacht, ik kom daar wel mensen tegen. Ja. Ik zie het wel. Je hebt gewoon lef. Dat is gewoon het hele, wat ik nu tot nu toe al hoor, is gewoon de ballen hebben om te doen eigenlijk. Ja. Ja. Maar ja, het is heel raar, want bijvoorbeeld in Nederland zou ik niet bijvoorbeeld met mijn portfolio naar Vogue magazine gaan. Ja. Want ja, stel je voor als iemand me kent en schande als ik nee hoor. Nee. Maar ja, als je dan in Amerika bent, dan denk je, ja, niemand weet toch wie ik ben. Boeien. Ja, als ze zeggen, hey, je werk is fucking lelijk, ga uit mijn gezicht, verdwijn. Nou, dan verdwijn ik toch gewoon, dan weet niemand het. Ja. Ja. Maar dus je kwam daaraan, hoe heb je dat dan aangepakt? Hoe ben je mensen gaan leren kennen en die connecties gaan maken om je eerste jobs binnen te krijgen? Ja, ik ging gewoon praten met mensen. Je komt natuurlijk gewoon, ja, ik weet het niet, dat is echt een goede vraag.
Ik denk gewoon overal naartoe waar je wordt uitgenodigd, overal netwerken, overal uitgaan naar clubs, overal vertellen wie je bent. Kijk, in Nederland is het zo, ja, je stelt je voor, hoi, ik ben Kim. En dan zeg je, hoi, ik ben Mai. En dan, ja, verder niks of zo. Mm. Er komt er niet echt veel uit. Mm. Maar in Amerika, als je elkaar voorstelt, dan zeg jij gewoon wie je bent, wat je doet. En dan zeg ik ook gelijk. Ze praten wat meer. En dan zeg jij gelijk, wacht eens even, ik werk bij Sony. Ah. Wij zijn vaak op zoek naar stylistes. Mm. Mag ik jouw nummer? Ja, ze vragen meteen, what do you do? Zeg maar. Week, ja. Hebben we iets? En er zit al een stylist op. Maar waarom kom je hem niet helpen? Ja. Ah, oké. Weet je wel? Ja. Dus het is veel... Het is makkelijker netwerken. Mensen zeggen van, ja, het is fake. Ja. Maar ja, hoezo is het eigenlijk zo kom je fake? Wel. Hoezo is het eigenlijk fake? Ik hou daar ook echt van, want, hoor. Ja, ze zeggen gewoon, nou, kom gewoon deze stylist helpen. Ja. En dan ontmoet je weer andere mensen. Ja. Ik moet je wel eerlijk bekennen, 2 jaar geleden wou ik heel graag op vakantie. Mm-hmm. Maar ik zit in een leeftijd waarbij vriendinnen relaties hebben of kinderen. Of, weet je toch? En, of eentje had geen geld. Dus niemand wou mee. Toen zei ik tegen mezelf, iedereen gaat altijd alleen op vakantie. Maar dit moet je ook een keer in je leven doen. Nou, de hele tijd denken, nou, naar Turkije of zo ga ik niet in mijn eentje, dat is gek. Nou, dan ga ik gewoon mijn droomvakantie doen. Ik weet niet, ik vond het gewoon raar. Ik ga niet langs een zwembad zitten in mijn bikini in mijn eentje. Ik wil wat dingen gaan doen en zien. Toen heb ik dus besloten om naar L.A. te gaan in mijn eentje. Helemaal trots, ik belde Siva op. Ik heb geboekt. Mijn vlucht was, ik zat in een vliegtuig naast een meisje die 3 maanden in Nederland vanuit Amerika was gekomen om hetzelfde te doen wat ik wou gaan doen. Dus ik dacht, oh kijk, ik heb nu al vrienden gemaakt, precies. Het gaat al goed. Nou, door de douane, koffer gepakt, super trots in die taxi. Die taxi zet mij af bij het hotel. Hij zet letterlijk de koffer, hij stapt in, ik kijk achterom, ik zie hem gewoon wegrijden. Ik kijk zo naar het hotel, ik kijk naar mijn koffer, ik denk... Nu ben ik aan begonnen. Ja. En je weet toch, als je met elkaar vakantie gaat, doe je die hotelkamer open. En dan ga je, oh kijk de badkamer. Je hoort gewoon krekels. Ik kijk zo in die kamer. Ik denk, oh, leuk. Leuk. Ja. Ik vond het zo moeilijk om mezelf er naartoe te zetten. Om activiteiten te gaan doen of naar events te gaan. En jij bent gewoon basically, je hebt je spullen gepakt. Je bent naar dat land gegaan. En je bent dan wel naar events gegaan in je eentje. 1, hoe kom je überhaupt op al die plekken? Hoe wist je ervan? En hoe heb je die motivatie gehad? Want het is een soort van deprimerend op een gegeven moment. Ik heb er gewoon best wel een nare ervaring aan overgehouden. Terwijl ik het heel erg leuk heb gehad. En ik hou van LA. En ik wil er nog een keer heen. Ja, ja, ja. Maar niet meer alleen. We gaan sowieso samen. Maar ik denk dat dat wel een goede is. En ook voor anderen die denken, oké, ik wil ook verhuizen naar een ander land. Hoe was het om dat in je eentje te doen? Ja. Want er ging niemand met je mee. Nou ja, voor mij was het natuurlijk... Ja, ik ging gewoon. Ik denk ook dat je er niet te veel over na moet denken. Want elk land is anders. Maar daar heb je ook gewoon... Je ontmoet altijd wel. Je kan daar ook een appartement huren. Je hebt daar ook gewoon een supermarkt. Ja. En je kan daar ook gewoon een baan vinden. Ja. Dus, ja, is wel weet zo. Je wel, we kunnen allemaal Engels. Dus het is echt fijn. Ja, dat en, wel. En laat me zeggen, LA is wel echt de place to be om te gaan netwerken. Om in je eentje te komen. En gewoon tegen mensen te zeggen van... Hé, hey, ja, ik ben hier. Ik ben stylist. En ik kom uit Amsterdam. Dat zijn echt wel de keywords. Oké, Amsterdam. Cool. Oh maar God, ik had wel dat ze even dachten dat ik uit de Amsterdam van Amerika kwam. Want in Amerika, bij New York, heb ik ook een Amsterdam. Ja, die Amsterdam. Ja, dus ze dachten elke keer, oh, maar waarom... Maar dat is toch helemaal niet buitenland? Nee, zei, de Netherlands. Maar hoe kwam je dan op die events? Hoe wist je daarvan? Nou, ik denk gewoon dat ik gewoon heus wel eens... Je gaat daar hiken bijvoorbeeld, of je gaat daar lopen en dan kom je gewoon mensen tegen. En die zeggen dan gewoon al heel snel van, hey, vanavond is een feestje, kom je? En in het begin denk je natuurlijk ook van, nou ja, wat een onzin, ik ga echt niet komen. Straks word ik ontvoerd of verkracht, I don't know. Maar op een gegeven moment ga je gewoon. Je moet wel. Ja, want je moet, toch een baan vinden. Ja. Want helaas, ja, ik kende best wel wat dansers die ook in LA zaten. Ja. Ja, en die doen natuurlijk echt gewoon audities. Die kunnen gewoon online zoeken, audities. Nou, daar ga ik gewoon naartoe, ga ik me aanmelden en dan ga ik auditie doen. Maar ja, als stylist kan je natuurlijk niet ergens auditie of zo gaan doen. Dus je moet gewoon echt wachten of gewoon vertellen wie je bent en wat je doet. Ja. Maar ja, ik kan moeilijk zeggen, ja, I'm a stylist. I work with Ali B. Who? Nobody cares. Nou ja, uiteindelijk ook in Amerika hele grote namen, toch? Een Diddy, Marlon Wayans, Khloe Kardashian. Nou, het was eigenlijk dus omdat
Ik werkte in New York, werkte ik voor de Source Magazine. En naast de Source Magazine, in hetzelfde gebouw, zat Daddy's House. Mm. Jouw Daddy's House. Ja. P. Diddy. Ja, dat is dus P. Diddy. Dus volgens mij een keertje de laatste dag voordat ik naar Amsterdam vertrok. Dit is toen je dus in je eerste keer naar Amerika ging, toch? Toen 18, 19 was. Dat was in New York. Maar daar liet ik dus wat spullen achter. En toen ontmoette ik een jongen en die zei van, oké, schrijf wel even je details op. En dit zijn mijn details. En dan zorg ik dat die spullen morgenochtend daar weer komen. Oké, helemaal goed. Dus altijd een soort van contact met hem gehouden via social media. Mm-hmm. Dus toen ik in L.A. zat, berichtte hij mij van op social media van, hey, ik zie dat je in L.A. bent. Waarom spreek je niet af met Derek? Dus ik dacht, wie is Derek? Zei hij, ja, Derek is de creative van Diddy. Oh, wow. Ik zei, ja, oké, als je me kan ophoeken. Please, geweldig natuurlijk. Yeah. Ik was gewoon thuis in mijn appartementje. Ik zag er niet uit. Het was gewoon 's ochtends vroeg. En toen zei hij, ja, we're going live now. Toen zag ik, live, dus via FaceTime of zo. Flauw van Dus hij zo gelijk zo. Hij zo, opeens was Derek erbij. Nou, sorry, ik was helemaal niet ready. Gewoon geen make-up, haar niet gedaan. Geen goede outfit aan, niks. Dus ja, introduce yourself. Oh. Dus toen werd ik gelijk, je ja, moet je wordt gewoon in het diepe gegooid meteen. Ja, ja of je zet je telefoon uit, gooit je telefoon uit raam en er gebeurt nooit meer wat en je gaat terug in Nederland. Of je doet het gewoon. Ja. Ja, dat is wel echt zo. Er zijn echt maar twee keuzes. En hoe reageerde hij? Hij zei, ja, tomorrow I'm gonna eat lunch. Do you wanna come? Ik zei, oké, ja, is goed. Mm. Nou, ik heb hem 100 keer omgekleed natuurlijk, kijken wat ik aan moet doen. Nou, ging ik daar naartoe. Was hij gewoon pizza aan het eten ergens op Sunset Boulevard. En zei hij, oké, talk while I'm eating, talk. Diddy zelf? Of de Derek, de creator? Oké. Dus ik dacht, really? Hij gaat nu gewoon pizza voor mijn neus eten en ik moet gewoon nu gewoon on praten. Spot, yeah. Voordat hij zijn pizzapunt op heeft, moet ik gewoon pizza al klaar hebben. Dus ik alles vertellen natuurlijk. Hij zei, oké, this is the code from the house. Je gaat nu daar naartoe, je gaat dit en dit doen en ik zie je straks. Oh, je moet gelijk. Dus ik dacht, really, the code from the house. Nou, ik met mijn autootje, gewoon met mijn mini. Spitskut naar het adres. Ik zei, wat moet ik hier dan doen? Ik aanbellen bij zo'n heel groot hek in Beverly Hills. Toen dacht ik, ik heb die code. Ja, ik dacht, really, moet ik nu gewoon die code gaan invoeren? Maar ik dacht, ja. Is het nou eigenlijk Diddy's house? Of is het gezet? Of is het Derek's house? Wat is dit? Ik weet het niet. Oké, code invoeren. Oké, hek ging open. Snel weer terug in die auto toch. Hup, weer oprijden. Nou, dat heb ik gewoon precies gedaan wat hij zei. En toen merkte ik gewoon, oh wacht even, volgens mij is dit het huis van Diddy. Mm. Ja. En toen zat je daar. Ja. En wat moest je doen? Basically elke dag moet die man gewoon kleding hebben. Oh. Want hij heeft gewoon allerlei events en ook al heeft hij geen events, moet je ook gewoon aangekleed worden, want dat doet hij echt niet zelf. Nee. Wow. Dus ja, je moet gewoon allemaal sets maken. Maar je hebt natuurlijk als stylist ook PR-bureaus die je kent of spots waar je dingen leent. Maar die heb je dan niet in Amerika, want die moet je opnieuw connecten. Nee, laat me zeggen, het was zo. Derek was dan de creative van Diddy. Dus hij werkte met een team van jongens. Mm-hmm. June, nog een andere jongen, die dan bijvoorbeeld iets meer Cassie deed. June deed dan zijn zoons. En dan ik zou dan Diddy gaan doen, samen met Derek. Okay. Dus het was echt een team van mensen. Ah, oké. Okay, dus daar cool, samen deed je dan alles. Wauw. Yeah. Ooit hebben we dat ook voor Womanhood. Ja, let's ja, dus zo ging het eigenlijk. Dus ja, ik weet niet, dus het was helemaal niet per se glamorous of zo. Yeah. Want het was ook echt gewoon... In zijn garage stonden allemaal al die rekken met kleding. En daartussen stonden ook gewoon nog 3 auto's met gewoon een doek eroverheen. Dus je kon niet eens zien wat voor auto het was. Maar ja, het kon natuurlijk niet beschadigd worden. Ja, en het was gewoon heel normaal of zo. Mm-hmm. En vanuit daar kreeg je natuurlijk meer en meer contacten. Ja, want dus, je bouwt je portfolio op. Ja, nou ja, dat is ook nog een dingetje. Want in Amerika werk je dan eigenlijk met artiesten. En dan als je binnenkomt, het eerste wat je voor je krijgt is echt zo'n boekwerk. Moet je hem even snel doorlezen. Wat voor boekwerk? Hoe noem je dat? Een soort manual of zo? Nou, gewoon eigenlijk dat je dus niks mag zeggen. Oh, dat je niks mag zeggen wat je hier ziet. Het is echt een contract. Dus dat mag allemaal niet. Dan krijg je een boete van dit en dit. Het soort van agreement. Het geheimhoudingsplicht. Ja, juist. Dat teken je dan eigenlijk gelijk. Dus basically mag je dus ook niks zeggen dat je voor die persoon werkt. Want ja, je bent net als... je hebt toch ook in de muziekwereld heb je ghostwriters. Ja.
Nou, dat heb je dus in Amerika dus ook voor stylisten. Dus je mag het ook dan niet in je portfolio zetten? Nee. Maar hoe deed je dat dan? Ze mag eigenlijk nu ook niet over praten. Oh. Oké. Okay. Ja. Kleine kans dat Diddy dit ziet, denk ik. Nee, ik had het wel. Look at me. Maar, En vanuit daar ging je dus naar meerdere artiesten en dus groeide je netwerk gewoon op die manier. Ja, het was eigenlijk, Derek deed eigenlijk heel veel dingen. Hij was ook bevriend met Khloe Kardashian. Ja, dus toen was het Kim en June, jullie gaan nu naar, Rodeo Drive. Alles pakken wat je leuk vindt. En ja, daar mag je het ook gewoon lenen allemaal. Want Diddy koopt natuurlijk ook heel veel. Mm-hmm. Dus die connecties zijn allemaal goed. Dus ja, ik moest gewoon alles meenemen. Die hele auto vol. Niet mijn mini, maar June's auto. Yeah. En toen gingen we gewoon naar Calabasas. Oké. Okay. Ja. Dus eigenlijk kwam je dankzij die Derek ook gewoon Chloe overal. Ja. Ja, dus dan weer moet je dus iemand hebben die dus wel iets in je ziet en in je gelooft. Ja. 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 Maar hoe waren de tijden en zo daar? Geen tijden. Ik weet echt gewoon nog heel goed dat ik gewoon in de club stond. Helemaal leuk, party, bottle service, alles. En opeens keek ik op mijn telefoon. Je moet nu spullen inpakken, 2 koffers inpakken voor Diddy. Hij gaat naar New York en naar Miami, dus je moet winterkleding en zomerkleding. Oh. En dat was midden in de nacht. Hij vertrekt om 8:00 a.m. Dus ik dacht, huh? Wat? Yeah. Ik liet nog aan een vriendin lezen. Wacht even, lees het even. Oké. Ik moet gaan. Later. Wauw. En dat was gewoon, weet ik wel, 3:00 p.m. of zo. Ja. Ja, gewoon midden in de nacht. Ik weet niet, ik was zelfs dronken. Wauw. Dus er was niemand in dat huis. Of er was niemand in het huis, of hij sliep, ik weet het niet. Ja. Yeah. Wauw. Ja, toen ging je gewoon die koffers inpakken. Dus dan liep ik wel gewoon de hele tijd door het huis. Ja, dus dan word je echt gewoon geleerd van, oké, als je door het huis loopt, dan mag je niemand groeten of zo. Je mag gewoon give them a little nod. Mm-hmm. That's it. Okay. Ja, want het lijkt denk ik heel glamorous, ook voor de mensen die nu kijken en luisteren van, wauw, stylist, is naar Amerika gegaan. Met Diddy gewerkt. Ja, inderdaad, met Diddy gewerkt, met Khloe Kardashian gewerkt. Maar sprak je dan wel? Wat was de realiteit? Ja. Nee, de realiteit was gewoon dat hij gewoon, of in de tuin liep, of Cassie op de bank zat. Of die kinderen gewoon rondliepen en niemand heeft echt contact met elkaar of zo. Het is echt, dus het basically, grof gezegd, ziet hij jou ook niet staan? Nee. Ja, nee, totaal niet. Nee. Je werd ook niet gewaardeerd per se voor je werk? Nee, of? Totaal niet. Oké, en dat is wel goed om te weten, om in je achterhoofd te houden van als ik, stel voor, er is nu een stylist die kijkt en die denkt, ik wil dit ook doen. Ja, dat je wel de realiteit weet van, it's not as glamorous as it seems. Nee, het is helemaal niet glamorous. Dus na al best wel veel succes, heb je uiteindelijk toch besloten om terug te komen. Klopt, want ineens zei iemand, wist je al, Kim is terug. En hij was like, hè? Why? Het gaat volgens mij goed daar. Ja, waarom? Ja, nou, ik denk ook dat wel... Oh, helemaal stotteren, wauw. Nee, dat stukje wat je zegt van je wordt helemaal niet gewaardeerd. En echt niet dat je de hele tijd een schouderklopje nodig hebt of iets. Maar waardering is wel belangrijk. Ja, ik had een soort van mijn succes behaald in Nederland. En toen zeiden mensen al, waarom ga je weg? Je bent hier toch succesvol? En dacht ik, maar wat is succes? Ik wil gewoon... Wel meer. Ik wil gewoon veel meer. Ik wil gewoon nog leren, snap je? Ik ben niet uitgeleerd. Dus ik wil gewoon weg. En uiteindelijk toen ik daar was, toen, ik heb nooit een hele hechte familieband gehad. Ik kon makkelijk weg. Ik kon makkelijk in Amsterdam wonen en 1 keer in de maand mijn moeder zien of 1 keer in de maand mijn zus zien. Boeide me echt helemaal niks. Want ik was echt gefocust op mijn carrière. Ja. Toch? Echt girl power. Ja. Ik wilde gewoon dat gewoon doen. En dat wilde ik ook gewoon iedereen laten zien dat ik dat ging doen. En uiteindelijk daar, ben je ook gewoon heel hard aan het werk. En je ziet natuurlijk, je ontmoet wel natuurlijk, toch? Je komt bij Diddy thuis en je komt bij Khloe Kardashian thuis. En het is allemaal heel geweldig. Spannend, van buitenaf. Maar niemand zegt ooit van, wat werk je hard? Of, hoe gaat het echt met je? Je kan nooit een keer iets posten of zo. Mm. Zo van, ik ben er trots op, zodat mensen dat dan liken. Ik weet niet, je hebt toch een... Ik miste daar toch iets van waardering voor je werk. Ja. Dus ik denk dat ik daar 2,5 tot 3 jaar heb gezeten. Toen dacht ik, het is echt tijd om terug te gaan. Mm, ik heb hier gewoon alles gedaan wat ik wilde doen. En natuurlijk zou er veel meer gedaan kunnen worden. Maar
ja, mijn zus heeft kinderen, twee hele leuke meiden. Met wie ik nu ook bezig ben met een meidengroepje. Ja. Dus ja, ik miste hun gewoon. Ik miste gewoon familie. En ja. Dat heb ik nog nooit gehad. Ja. En juist toen ik gewoon juist voor mijn carrière bezig was in Amerika, dacht ik daaraan. Dacht ik, wow, ik mis dat. Was je niet ook bang van, oké, je was helemaal ingewerkt in die hele manier van werken op z'n Amerikaans. Ja. En je wist natuurlijk hoe het in Nederland eraan toe gaat. Ja. Dat je dacht van, maar dat ga ik dan ook weer missen. Dat je between two things zat of zo, weet je wel. Dat je want voor Diddy kreeg je gewoon basically money. Je kon op gekke winkels, kon je dingen gaan kopen. En hier is het weer op z'n Nederlands. Ja, op z'n Hollands. Hoi, er is €500 voor een clip. Kan je basically wel. Maar ik heb niet achter in mijn auto al mijn spullen liggen. Ik heb echt een dag voorbereiding nodig. Ja, ik moet daar komen op set. Alles moet weer gewassen worden. Alles moet weer labeltjes eraan. Dus ja, basically ben ik voor één clip 5 dagen bezig. Voor peanuts. Dus ja, nee, dat vond ik wel... Dat is wel even omschakelen. Ja. Maar om dan bijvoorbeeld terug te komen bij een klant zoals Ali, ja, dan voel je gewoon alsof je nooit bent weg geweest. Ja. Toch een soort van family. Ja. En dat heb je in Amerika gewoon niet. Ja. Dus gewoon heel erg wel gewoon... veel meer die waardering en die band. Ja. En daar heb je niet... Daar is gewoon allemaal orders. Ja. Maar hoe was dat dan? Want had Ali niet ondertussen een andere stylist? Nee, want Ali was gewoon... Ja, ik noem hem gewoon Ali Loyali. Hoe gek Ali en irritant Ali soms ook is. hij kocht telkens een ticket voor me. Zodat ik terug kon komen voor The Voice om even snel zijn styling te doen. En dan weer terug te vliegen. Wow. Dat is wel echt heel Dat heeft hij telkens gedaan. Hij zei, ik ga niet met andere stylist werken. Ja. Geen zin in. Ja. Is oké. Okay. Ja. Je doet niet alleen Ali, toch? Je doet ook Anouk. Want je zei dus toch van, ik ga toch nooit voor Anouk werken. Maar uiteindelijk is het leuk. Hoe is dat dan ontstaan? Ik denk dat Anouk mij al zag gewoon bij The Voice natuurlijk. Ja. Ali rondlopen. En op een gegeven moment... Dat was volgens mij net toen ik terugkwam in Nederland vanuit LA. Mm-hmm. Kreeg ik een telefoontje van Mark de Groot. Mm-hmm. Nou, Mark de Groot, ik weet niet of je hem kent, maar het is hele bekende, eigenlijk de bekendste modefotograaf van Nederland. Hij doet veel voor de Vogue ook. Yeah. Dus toen zei hij, ik ga Anouk en haar familie fotograferen. Mm-hmm. Ik heb me overexcited. Oh mijn god, yes, ik ga Anouk stylen. Ja, Anouk heeft een stylist, maar het zou dan om de kinderen gaan en haar vriend. Oh. So close. Ja, snap je? Yeah. Shit, hé. Maar toen dacht ik, oké, is goed. Dan ga ik zorgen dat die kinderen en die vriend er zo dope uit gaan zien. Dat je gewoon niet om hun heen kan. Nou, ik kwam aan op die shoot echt met, ik weet niet, volgens mij wel 12 rekken met spullen. Wow. En iedereen vond het helemaal tof, dus daar had ze me natuurlijk ook wel gezien. Op een gegeven moment stuurde haar assistent mij gewoon een berichtje. Oh, nice. Van, hey, kan je dan en dan met Anouk meeten? Nice. Ik zei, tuurlijk, hoezo? Zei, ze wil met je werken. Ik zei, oké. Finally, check. We're on the call list. Ja, want ik dacht, met wie in Nederland wil ik nou werken die ik echt tof vind? Ja. Qua vrouw vooral. Ja. Toch? Want het is leuk om mannen aan te kleden. Ja. Ja. Hè, dat is gewoon leuk. Ja. Maar vrouwen aan te kleden is gewoon natuurlijk... It's next. Kan je net meer uitpakken. Je kan gewoon veel meer. Ja. Je kan haar, je kan veel meer sieraden nagels. Je kan echt een bepaalde look creëren. Ja. Eens. Maar in al die tijden dat je dan zo hard werkt... Je zei al net van, ik ben dan niet echt een familiepersoon. En relaties dan? Want uiteindelijk ben je mens. Je wil verliefd worden. Je wil dat voelen. Hoe heb je dat gedaan? Nou, het was eigenlijk toen ik terugkwam in Nederland. Toen ontmoette ik mijn huidige vriend. Oh, oké. Dus we zijn nu bijna 3 jaar samen. Oh. Ja. Maar in Amerika fully single? Fully single. Geen tijd? Nou, sorry, in Amerika, en geen tijd. Ja. Maar in Amerika zijn ze ook gewoon, tenminste niet overal in Amerika, maar in LA is het gewoon allemaal heel erg... Het gaat gewoon heel erg om je status, wie je bent en... Welke auto je rijdt en hoe je eruit wat ziet, voor werk je doet. En kan je iets voor mij betekenen? Ja. Zo, nee, bye. Ja. Jij, wie ben jij? Hoe zie je eruit? Ja. Kan je iets voor mij betekenen? En anders ben je gewoon niemand. Jeetje, het is best een harde wereld hoor, als je er zo over nadenkt. Dat is heel dat menselijke aspect van... Heeft iemand best vaak van, hoe gaat het nu echt met je of zo? Of hoe voel je? Dat iemand je kwam troosten? Nee, ik heb ook echt gedacht, gewoon na het eerste half jaar, dacht ik... Nee. Ik moet terug. Ja, dat snap ik wel. Ja, dat menselijke is toch... Ik trok het gewoon niet. Ik dacht, niemand wil me hebben hier. Ik woon in een appartement. Ik heb een auto. Maar ik heb gewoon geen werk. En het duurt nu al een half jaar. En ik heb nog steeds geen werk. Ja. Dus hoe ga ik dit volhouden, snap je? Ja. Ik had heus al een beetje gespaard. Maar op een gegeven moment is dat geld ook op. Ja, dat is echt zo. Dus ik zag mijn geld alleen maar omlaag en omlaag. Ja. Gelukkig haalde Ali me af en toe nog terug voor The Voice.
ja, dus ik wist gewoon even niet wat ik moest doen. Ja. Zo, toen uiteindelijk is het wel goed gekomen. Maar ja, het is wel een moment geweest dat ik echt dacht, dat ik 's nachts gewoon aan het rondrijden was in mijn auto. Echt dacht van, wat de fuck doe ik hier? Ja. Ja. Zonder plan hier gekomen, spoor je wel. Ja. En me ook gewoon boos zijn op mezelf, toch? Van ja, wat zeg je nou tegen iedereen? Dat je maar wat deed je dan? Ging je niet je moeder bellen of zo? Van, ik wil naar huis. Nee, want ik wil natuurlijk, ik wil natuurlijk niet aan iemand laten merken dat ik het moeilijk had of zo. Ja. Hè? Ja. Dat kon natuurlijk niet. Die ken ik ook. Ja. Ja. Why not eigenlijk? Ja. Maar nee, dat wilde ik natuurlijk niet. Dat is ook iets, hè, van vrouwen van, je wilt gewoon, het is vooral van sterke, zeg maar, powervrouwen. Je wilt niet laten zien dat je het moeilijk hebt of dat je struggelt of dat je huilt of zo. Maar ik denk dat het juist mooi is dat je, wat je nu ook zegt, van joh, het is helemaal niet zo makkelijk en het is niet zo glamorous. Dat die eerlijkheid en die oprechtheid, dat siert de mens, vind ik eigenlijk. Vind en dat zorgt ervoor dat je als vrouwen ook, dat je de ander echt als mens ziet van, oh ja, wow, het is niet Kim Keizer, de vijf. Ook zij heeft het moeilijk gehad. Ze is ook mens. Ik dacht ook Kim. Ja, ja. Ja, ik toch? Ja. Maar dat vond ik ook zo fijn aan ons gesprek. Dat toen je terugkwam, dat ik ging jou allemaal vragen stellen, weet je nog? Ja. En dan zo, hoe eerlijk je was en hoe meer ik na ging denken van, oké, mijn eigen goals. Ik ben ook mens, zij is ook mens. En weet je toch? Ja, ik heb echt dingen meegemaakt dat ik gewoon, dat ik gewoon een videoclip had. Voor de zus van Toni Braxton. Hoe heet ze nou? Ze heeft ook zo'n real life. Tori Braxton? Nee, Tori. Nou, al die namen, ik weet het niet. Nou, dat was me toch even een. Ja, het was gewoon echt niet leuk. Kwam ik daar aan. En als eerste werd al gezegd: zij komt over 10 minuten komt ze de kleedkamer in. Dan moet jij weg. Ja. Je mag niet in dezelfde ruimte zijn. Ik was de enige vrouw. Dus ik moest je weg. Verteld. Ik moest weg. En ik snapte niet waarom. Ik dacht, ja, hoezo moet ik weg? En ja, ik heb nu toevallig hakken aan. Maar dat heb ik echt nooit, hè. Het is echt dat ik hier word uitgenodigd en mag zitten. Dan, nou, nu doe ik ze aan. Maar ik kom natuurlijk gewoon altijd op mijn sneakers. Ja. Het gaat altijd, het gaat nooit om mij. Want als stylist moet je jezelf wel een beetje kunnen wegcijferen. Dan gaat het gewoon om de rest. Zo, ja, artiest, niet om jou, laat maar zeggen. Dus ik kwam daar. Dus ik snapte echt niet waarom ik weg moest. Moest ik gewoon de tuin in. Oké, het was echt 40 graden. Ik moest de tuin in. Dus gewoon na een half uur dacht ik, ja joh, nou nu heb ik mijn thermal gedaan. Maar nu heb ik zonnebrandolie nodig. Of moet ik in de schaduw, want dit trekt niet meer. Of ik moet water. Je moest gewoon van haar in de tuin wachten. Niet van haar, van gewoon van het team. Van het mannenteam. Je mocht er gewoon niet bij. Nee, ik mocht er niet bij. Als zij binnenkwam. Wauw. Oké, dus toen zeiden ze, we'll come get you when she leaves. Ik dacht, nou ja, ze zal zo weer weggaan, toch? Want ze moet even een look change hebben. Even haar, make-up, whatever. Ze kwamen nooit. Alleen maar aan het zweten, lelijk aan het worden, rood aan het worden. Ik dacht, oh mijn god, wat is dit? Dus op een gegeven moment zag ik een soort van speeltuintje van het kind. Ja, met allemaal vliegjes eronder. Maar ik dacht, ja, ik moet daaronder, want anders ga ik gewoon dood. Je moet even in de schaduw. Nee, en ik zag nog een deur. Dus ik ging nog bij die deur proberen die open was. Die was dicht. Nou, ging die kleedkamer nog weer kijken, zag ik hun nog allemaal bezig. Ik dacht, nee, daar kan ik ook niet naartoe. Ik had mijn telefoon niet eens bij me. Ik dacht, oh mijn god, hé, wat moet ik nu doen? Zat ik daar als een zielig hoopje onder, gewoon midden in Calabasas woont ze, waar ook die Kardashians woonden, zat ik onder een soort speeltuinding met allemaal vliegjes in 40 graden. Dus ja, kom op, hoe glamorous kan het zijn? Ja, ja. En dat is alleen goed omdat dat die realiteit, dat mensen dat weten van, oké, it's not dus as uiteindelijk werd ik gewoon boos en toen dacht ik, nee, volgens mij is het echt na uren of zo, dacht ik, ja, ik ga nu gewoon die kamer weer in. Dan ging ik naar binnen, was er niemand meer. Ja. Die jongen had gewoon mij expres niet gehaald. Jeetje. En alleen omdat zij geen vrouw wou. Ja, toen hebben we, basically, dat was het. Jeetje. Ze wilde gewoon geen vrouw in haar team, want ze was te onzeker over haar eigen uiterlijk. Heftig hoor. Moet je nagaan, dan ben je zo beroemd en zo groot. Ja. En dan ben je nog steeds onzeker. Tamar Braxton. Oh ja. Ja, dat was het. Inderdaad, allemaal Tori Tamar. Hé, we zijn wel aan het einde gekomen. Yeah. En op het einde, we zouden uren kunnen doorpakken. Ja, ik vind het zo interessant. We moeten eigenlijk een deel 2 maken. Ja, echt. We doen eigenlijk altijd op het eind gewoon de gratitude journal. Yes. Ja, dus 3 dingen. We vinden het heel belangrijk om dankbaarheid te tonen. En er waren natuurlijk net ook verhalen van, oké, het is allemaal misgegaan. Maar waar ben je op dit moment heel dankbaar voor? 3 dingen die je kan opnoemen. Dankbaar voor... ja, mijn vriend. Die me gewoon rust geeft. En gewoon peace. Yvette.
Ah. Dus onze ook. Ja, onze girl. Onze stylist en onze girl, ja. En ja, ik denk wel echt mijn familie, mijn moeder, mijn zus en mijn nichtjes. Ja, Ja, daar haal ik gewoon heel veel happiness uit. Ja, ja. Mee eens. Mooie afsluiter. Ja. Heel mooi. Nou guys, dat was hem. Ja, we zijn aan het einde gekomen. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. Yes. En hopelijk zien we jullie ook bij de volgende episode. Vergeet ook niet trouwens in de comments te zetten wie je graag nog wil zien bij de talkshow. Ja, zeker. Er zijn nog heel veel toffe andere inspirerende vrouwen en verhalen. Dus laat het ons weten. Yes!